Bon, we zijn vandaag samengekomen om te zingen samen. Ik zal controleren of allen er is. Ik roep alle naam en u roept aanwezig. Bon, De Four. Aanwezig. Alderweireld. Aanwezig. Courtois. Aanwezig. Ja, helemaal. De Bruin. Aanwezig, meester. Compagnie. Aanwezig. Hazard. Ja. Fellaini. Oui. Ja, daar. Mertens. Aanwezig. Ja, oké. Bon. Ik zal u voorstellen een zanger, want wij gaan zingen een liedje. De voetbalbond heeft gezocht, het was niet eenvoudig. Maar wij hebben gevind de chanteur, le meilleur van de ganse land. Koen Wouters. Stromae. Arno. Gert van Samson. Nee. Entrez, monsieur. Hallo allemaal, ik ben Christophe. Ze hebben mij gevraagd om het WK-lied te maken. In Duitsland zeggen ze dat Weltmeisterschaft zusammengesang. Hey, met jou ken ik je met Mark Wilmots. In Duitsland zeggen ze das Kampfschwein. Zullen we van shirtje wisselen? Hey, grapje, doen we straks wel. Het was echt reuze spannend. Ik heb ze eerst even apart genomen om ze op te warmen. Ik voel natuurlijk een stem, hè. Ik ben weer zo ondeugend. In Duitsland zeggen ze ungesogen. Oké. Do. Do. Re. Re. Mi. Mi. Fa. Fa. Ik had moeite met de noten van Vincent Kompany. Ze liet hij zich zo moeilijk kneden. Maar die andere leuke afro-jongen, dat was ook een mond vol. In Duitsland zeggen ze een schloek. Ja, die jongens hebben mij echt geïnspireerd. Maar niet voor de tekst. Nee, want de tekst waar zij mee afkwamen, die waren een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen? In Duitsland zeggen ze schmutzig. Hé, hey, arbiter, uw moeder is een oer. Hé, hey, arbiter, uw moeder is een oer. Ja. Oké, dat ze ervoor uitkomen dat hun moeder werkzaam is in die sector. In Duitsland is dat heel gewoon. Daar zeggen ze ein Prostituierte. Maar ik heb toch gekozen voor een wat neutraler tekst. Recht toe, recht aan. In Duitsland zeggen ze uncompliceerd.